1973. In de politiek ontstaan de eerste ideeën voor een hoge snelheidslijn. 1999. De NS krijgt de kans om de HSL tussen Amsterdam, Rotterdam en de Belgische grens te mogen berijden. Het kabinet wijst hun bod echter af omdat het niet voldoet. 2001. Het kabinet Kok gaat toch openbaar aanbesteden, tot frustratie van de NS. Omdat de NS per se de hoge snelheidslijn wil, wordt een extreem hoog bod gedaan en winnen zij de aanbesteding. 2004. Er wordt door de NS gekozen voor het onervaren en goedkope Ansaldo Breda, omdat ervaren bouwers te duur zijn. 2012. Na jarenlange vertraging rijdt eindelijk een Vira over de HSL. Enkele weken later wordt de Vira alweer van het spoor gehaald. De trein kampt met te veel problemen. 2013. De NS stopt definitief met de Vira.